Welkom vanavond op deze avond, waarvan ik weer de informatie ga geven over het mooie product Utera. En ik zal me eerst even mezelf voorstellen. Ik ben Nettie Sommers. Ik steun inmiddels voor het 8e jaar het mooie project van Juninski Stringtechnologie. En vanaf juni 2020 ben ik de coördinator en landenvertegenwoordiger voor Nederland. Ik breng Nederlands sprekende mensen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ik ben officieel spreker voor Utera. Ik ga het vanavond hebben over de Utera biosferische landbouw. Het is een meststoffenmarkt en volgens de prognose zal de hoeveelheid organische meststoffen op plantaardige, dierlijke en minerale basis toenemen. De wereld evolueert naar veiligere, gezondere producten, vol met alle micro-organismen die we nodig hebben. Utera bestaat uit een vloeistof en uit korrels. En dat is nodig. Het heeft beide zijn eigen werking. En waarom? De nadering van woestijnen in de logica van verwoesting over de hele wereld komt eraan. De hoeveelheid organische stof in de bodem overschrijdt de kritische grens van 3%. En neemt voortdurend af. In veel landen sterft de bodem dus af. Veel invloedrijke mensen praten erover. Denkers, zakenmensen, ondernemers. Sadhguru behandelt het onderwerp bijvoorbeeld met het Safe Soil-project. Er dreigt hongersnood. Hongersnood is een van de grootste massavernietigingswapens. Zie ook het volgende filmpje. Meer dan 2000 jaar geleden betoogde de oude Griekse historicus Herodotus dat de welvaart en vitaliteit van een samenleving wordt beïnvloed door de toestand van haar land, vruchtbare bodems. Tot het einde van de 19e eeuw waren het leven en de bodem onafscheidelijk van elkaar, waardoor mensen alles kregen wat ze voor een gezonde ontwikkeling en verbetering van de biologische soort nodig hadden. In de 20e en 21e eeuw is er echter een toenemend gebruik van minerale meststoffen en pesticiden in de landbouw, wat leidt tot een catastrofale achteruitgang van de biogeocenose van de bodem en voedsel dat op deze bodem wordt verbouwd. In feite vernietigen we het immuunsysteem van de biosfeer, ons gemeenschappelijk kosmisch huis, de planeet Aarde, een levende vruchtbare bodem. Wij vernietigen het met chemische meststoffen, pesticiden en technologisch afval van de hele aardse industrie. Maar op deze manier maken wij allereerst onze eigen gezondheid kapot. Waarom is humus nodig? Nou, de verdroging van de bodem en de dreiging van massale honger in de wereld. En hoe een van de oplossingen de groei van de markt voor de productie van insecten voor menselijke voeding is. Er is een plan om het aantal auto's tegen 2050 met 75% te verminderen. Maar er is ook nog een ander ontwikkelingspad mogelijk, dat door Anatoly Janinski ontworpen is en is door de Skyward Community ondersteund, namelijk de productie van biohumus, om de bodemvruchtbaarheid wereldwijd te herstellen. Ook de massale honger met biologische landbouwproducten te kunnen oplossen. En winst maken met de productie en verkoop van humusproducten. Dit is een mooie regel. Levende bodem is het erfgoed dat wij van onze vorige generaties hebben ontvangen en aan toekomstige generaties moeten doorgeven. Wij kunnen deze economische ramp stoppen. Wij kunnen de toekomst richten op een andere ontwikkelingsvector in plaats van datgene die ons nu onvermijdelijk te wachten staat. Als je hier ziet, hier zie je het boven in het puntje, dat is de Verenigde Arabische Emiraten, en boven in het puntje is het Emiraat Ras Al Khaimah.
En daar is een stuk grond. En daar wordt de productie en verkoop en de fabriek gebouwd. En dat is een hele mooie omgeving, want daar is de bouw voor de economische zone. En het is een van de grootste economische zones. En er zijn meer dan 770 toonaangevende productiebedrijven. Maar ook uit 100 verschillende landen en 50 meer dan 50 verschillende industrieën. Het is best een mooie, goede omgeving hoor. Onze bovengrond, overal, zit vol met micro-organismen, mineralen en natuurlijke elementen, zonder welke het leven op aarde onmogelijk zou zijn. En humus is een belangrijk onderdeel voor de plantengroei en de productie van milieuvriendelijke producten zonder chemische onzuiverheden, nitraten en kankerverwekkende stoffen. Zie ook het volgende filmpje. Bodem, hoe kan de vruchtbaarheid ervan worden vergroot? Waarom zijn moderne meststoffen schadelijk? Hoe zal de landbouw in de 22e eeuw veranderen? Volgens onderzoekswetenschappers van de Hohenheim University of Agriculture zijn de gevolgen van de globale bodemchemisering monsterlijk. Door de overvloed aan minerale meststoffen zijn nitraten een essentieel bestanddeel van drinkwater geworden. En in de buurt van grote steden. Wat nog veel erger is, is er geen enkel veld meer waar het kwikgehalte onder de maximaal toegestane concentratie zou liggen. De afgelopen jaren heeft de landbouw op de ouderwetse manier gewerkt, waarbij alle krachten uit de grond werden geperst en goedkope meststoffen werd gebruikt. En mislukkingen werden meestal toegeschreven aan slecht weer, aan het gebrek aan het personeel en de uitrusting. In de moderne landbouw ontbreekt het concept van zelfherstellende bodemvormende processen vrijwel geheel en alle inspanningen zijn gericht op technogene landbouw, waarbij vandaag de resultaten worden behaald zonder rekening te houden met de gevolgen die uiteindelijk hebben geleid tot degradatie en uitputting van de bodem. Humuszuren hebben het vermogen om giftige stoffen te binden, zoals zouten van zware metalen, radionucliden, aromatische koolwaterstoffen en andere die voorkomen in het productieproces en andere menselijke economische activiteiten. Dit is hun voornaamste beschermende of ecologische kenmerk. De op deze manier gebonden gifstoffen worden bewaard en vervolgens langzaam door micro-organismen verwerkt en komen niet in de organismen van levende wezens en mensen terecht. Het eindproduct van de grondverbeteraar is een bodemelixir Terra op basis van vloeibare biohumus en een organische bodemgrond, de biohumus Utera, op basis van losse biohumus. Dat zijn korrels. Als je dan kijkt naar Utera biohumus op basis van losse biohumus, heb je in zakken van 3 kilo, 5 kilo. En dat is de organische bodemgrond op basis van deze losse biohumus. En die is verkregen door de verwerking van organisch afval en speciale soorten regenwormen. En het heeft een hoge concentratie aan bodemmicro-organismen. En de Utera bodemelixir is een vloeistof op basis van vloeibare biohumus. En het is een biologische actieve voedingsstof voor planten die waardevolle micro-organismen in hoge concentraties bevat. Er zijn oplossingen. En die oplossingen geeft ook de samenstelling en het gebruik ook van over heel de wereld, waar de gronden van meegebracht zijn en waar de soorten onderzocht zijn. Er zijn meer dan 1000+ verschillende nuttige micro-organismen voor de bodem. Er zijn uit 105 ecologische zuivere gebieden waar bodemonderzoeken zijn genomen, is gehaald van 5 continenten. En dat is net in 2019 gebeurd, vlak voor de economische pandemie. En daar heeft Anatoly Yunitskiy zijn onderzoek verder door kunnen ontwikkelen. En de grondstoffen ervan zijn bruinkool, steenkool, stroop, honing, biohumus en organische elementen. En er is een onderzoek en een wetenschappelijk werk verricht om unieke methoden te vinden voor het kweken van planten, medicinale en waardevolle schimmels.
Er is ook een eigen voedingsformule ontwikkeld. En het is in elke concentratie onschadelijk, wat is bewezen tijdens onderzoeken en tests op verschillende soorten gewassen. Zie ook het volgende filmpje. Om bruinkool in meststof om te zetten, is er een unieke technologie ontwikkeld om het nieuw leven in te blazen met behulp van bodembacteriën. In de eerste fase wordt de steenkool vermalen in een breker en vervolgens onderworpen aan een elektrohydraulische behandeling in een pulsinstallatie. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van steenkool als voedingsbodem voor bacteriën vergroot. Tegelijkertijd kweken specialisten culturen van bodembacteriën onder speciale steriele omstandigheden. De gemalen houtskool wordt vervolgens met bacteriën gemengd. Het product is nu klaar om op de grond te worden aangebracht. Qua groeikwaliteit overtreft het zelfs al duizenden jaren de bekende organische meststoffen, zoals mest, vogelpoep, zaadrommel en turf. Het experiment wordt uitgevoerd op hoge bedden op schoon zand in de volle grond. Maar ook op percelen waarop de afgelopen jaren geen landbouwactiviteiten hebben plaatsgevonden. En daarvoor was er al tientallen jaren een tanktesterij. Als resultaat van het experiment bleek dat zelfs een kleine toepassing op de bodem tot 1% Biohumus en Farmers Secret bodemgrond in staat stelt een hoge duurzame opbrengst te verkrijgen. De bodemelixir Itera is een heel mooi product. Het is een biologische plantenvoeding. Het verrijkt de bodem met nuttige micro-organismen en normaliseert de zuurtegraad. Het verhoogt het gehalte aan vitamine, aminozuren en mineralen. Het beschermt planten en bodem tegen ziekte en plagen en het versnelt de groei en ontwikkeling van planten. De producten worden ontwikkeld zonder gebruik van pesticiden. En om de werking bij het herstel van de verarmde grond te vergroten, wordt er aanbevolen om biohumus in combinatie met het bodemelixir te gebruiken. Dan zie je hier een aantal testen, want het wordt geproduceerd conform specificaties. En dan zie je hier de nummers. Hier heb je ook nog de technische specificaties. En hier zie je nog de certificeringen. Met behulp van de technologie van Reliquie zonnebio-energie is het mogelijk om meer dan een ton biohumus te produceren uit een ton bruinkool. Met een ton humus kunt u meer dan een ton biologisch voedsel verbouwen. Daarom zal de jaarlijkse productie van 10 miljard ton bruinkool en olieschalie, wat ongeveer gelijk is aan de productie aan het einde van het eerste kwart van de 21ste eeuw, niet alleen energie leveren aan 10 miljard mensen met een snelheid van 2 kilowatt per persoon. Maar biedt ook de mogelijkheid om ze gezond, nuttig en geneeskundig voedsel te geven. Bovendien zal dit de verwoestijning van de planeet stoppen en jaarlijks de productiviteit van arme en woestijnbodems verhogen tot het niveau van zwarte aarde op een oppervlakte van ongeveer 30 miljoen hectare, wat groter is dan de oppervlakte van de meeste Europese landen. Is biohumus minstens 10 keer effectiever dan welke organische meststof dan ook? Het bevat een complex van voedingsstoffen, macro, micro en ultramicro-elementen, enzymen en groeihormonen, primaten en bodemantibiotica. Dit alles is noodzakelijk voor de juiste groei en ontwikkeling van planten. Ten tweede, is het onmogelijk om de grond met biohumus te oververzadigen? Gedurende de ontwikkelingscyclus neemt de plant zoveel voedingsstoffen op als nodig is. In elke kilogram organische biohumus leven tot 10 miljoen nuttige bacteriën. En er zijn er bijvoorbeeld maar 200, 300 miljard in mest. Ten derde, overtreft biohumus qua groeikwaliteit de traditionele organische meststoffen, die al duizenden jaren bekend zijn, zoals mest, vogelpoep, zaadrommel en turf. In tegenstelling tot mest is biohumus veilig, het bevat geen ziekteverwekkers en vliegenlarven. In biohumus zitten geen nitraten, zware metalen, pathogene microflora en onkruidzaden. Hier zie je op een gegeven moment de plaats, waar de grond waar ze gaan verbouwen. Hier zie je nog dat er helemaal niks is achter deze mannen. Dit zijn de mannen die de leiding hiervan hebben.
tweede van rechts zie je Anatoly Yunitskiy zelf. En de andere drie personen hebben allemaal iets leidinggevende functies om het daar tot een mooi project te laten worden. Momenteel wordt er dus gebouwd, wordt er gebouwd inmiddels al aan het Biosfeer Cluster Gascomplex. Wat zijn de voordelen? Het versnelt de kieming van zaden en verhoogt de kieming ervan. Het herstelt en ondersteunt de bodemvruchtbaarheid van alle bodemsoorten. Draagt bij aan de productie van lekkere, gezonde, milieuvriendelijke producten. Het versterkt de natuurlijke fruitsmaak. Als je dan rechts kijkt hiernaast het plaatje, dan zie je het verschil in het linker gedeelte en het rechter gedeelte. Dan zie je rechts hoeveel beter dat is met deze biohumus. En links is het zonder biohumus verbouwd. Het wordt geteeld voor de landbouw, de fruit, groente en bessengewassen. Voor de inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarvoor is het als eerste dat het geteeld gaat worden. Maar later zal het verder over de wereld verspreid kunnen worden. Als je dan kijkt, het gebruik van natuurlijke ingrediënten kan gebruikt worden in elke technologische en landbouwfase die er is. Het is een afvalvrij gebruik van alle soorten grondstoffen en componenten in elke fase. Het versterkt de immuniteit van planten en herstelt de vruchtbaarheid van aangetaste gronden binnen één seizoen. Echt heel speciaal. Het toepassen van een praktische aanpak door de rijke ervaring en wetenschappelijke kennis is opgedaan tijdens 6 jaar onderzoek. Uterra bijvoedingen zijn getest op gewassen die geteeld zijn op onze landbouwgronden en in achtertuinen. Uterra bijvoedingen zijn voorzien van een internationaal veiligheidsinformatieblad. En dat zal ook door patenten worden beschermd. Patenten zijn natuurlijk heel belangrijk. Voor elk bedrijf. En de resultaten van het gebruik van Uterra bijvoedingen in 2022 was een opbrengstverhoging, een smaakverbetering en een verhogen van de stressbestendigheid van planten. Het doel? Voor de productie van de bodemelixir Uterra op basis van vloeibare biohumus is om de gezondheid en vruchtbaarheid van elke bodem te verbeteren. Voor de productie van losse humus Uterra om de vruchtbaarheid van de gedegradeerde, onvruchtbare en woestijngronden te herstellen. En voor de organische veehouderij, voor de kwartelkweek en teelt van waardevolle, geneeskrachtige paddenstoelen en planten. En ter vergelijking het aantal micro-organismen per 1 kilo. Een zwarte aarde heeft tot 1 triljoen daarvan en de humus Uterra tot 10 triljoen. Een verschil. Het is een 100% organische meststof. Het garandeert een ecologische, veilige oogst en milieuvriendelijk gewas. En het herstelt de vruchtbaarheid van aangetaste gronden. En er zullen geen schadelijke chemicaliën en genetisch gemodificeerde organismen hebben. Er is veel vraag naar de biohumus op boerderijen. Vooral thuisboerderij en bij huishoudens. Voor de kweek van gezonde en smakelijke groenten, fruit en bessen. Voor persoonlijk gebruik. Ook in de particuliere landbouw voor de kweek en verkoop van natuurlijke producten zonder chemische toevoegingen en onzuiverheden. En in de bloementeelt. In de sierteelt kunnen thuis in serres en kassencomplexen prachtige, felgekleurde, bloeiende planten gekweekt worden. Nou, dat is heel mooi. Samengevat, versnelt het dus de groei, het verbetert de geur en smaak en het verlengt de bloeitijd. Zie ook de volgende opname. Tegenwoordig hebben wij verschillende soorten groendaken met behulp van biohumus geïmplementeerd en succesvol geëxploiteerd. Denk hierbij aan schuine daken voor laagblijvende gazonplanten, platte daken met verschillende bodemdiktes waarbij de mogelijkheid bestaat om van laagblijvende planten door te groeien tot bomen met een wortelstelsel tot 1 meter diep. En daken met kassen. Door ecohuizen met groene daken, binnentuinen en kassen te huren, brengen wij de natuur naar de directe plek waar mensen wonen. Bovendien sluiten wij de prestaties van wetenschap en technologie die nodig zijn voor comfort niet uit. Integendeel, dankzij deze groene oplossingen wordt de lokale luchtkwaliteit verbeterd, worden de bedrijfsomstandigheden van gebouwen verbeterd, worden ze gekoeld in het warme seizoen en het warmteverlies neemt af in de kou.
Bovendien krijgt de persoon zelf de kans om voedsel voor zijn/haar hele gezin te verbouwen, zowel op het dak als in het huis. Naar mijn mening is dit al een grote stap richting milieuvriendelijke en gezonde steden. Wetenschappers beweren dat het voor de mondiale landbouwsector in de komende 200 jaar niet praktisch is om op rijke oogsten te rekenen. Het probleem van bodemverarming begint een randprobleem te worden. In de landbouwwereld hebben revolutionaire veranderingen al lang moeten plaatsvinden. Maar gelukkig is er al een oplossing gevonden. Samenvattend, verhoogt het de vruchtbaarheid met 35 tot 50%, verbetert de bladpigmentatie en is er 100% organische meststof. Het is 10 tot 15 keer effectiever dan welke bekende organische meststof ook. Het vermindert de aanwezigheid van nitraten, radionucliden en ultramicro-elementen. Het verhoogt de weerstand van planten tegen ziekte, extreme temperaturen en plagen van ongedierte. Je eten zal beter smaken, je planten zullen smaakvoller zijn en je grond zal jarenlang vruchtbaar blijven. Je voeding wordt merkbaar lekkerder en de planten aromatischer. Als je dan kijkt wat de uitvoering van het project gaat zijn, stap 1 is om de bouw van de fabriek te gaan beginnen en de verhuur en bouw van grond voor de productiefaciliteit. En er is een stuk grond van 3,2 hectare gepacht op het grondgebied van Ras Al Khaimah in de Verenigde Arabische Emiraten, of Ras Al Khaimah. En stap 2 is de uitvoering van het project. De start van de productie, het opzetten van een volledige productieproces met uitzicht op schaalvergroting en de mogelijkheid om over de hele wereld soortgelijke fabrieken uit te breiden en te bouwen op basis van een kant-en-klaar bedrijfsmodel. Er zijn 3 bouwfases. Het eerste is begonnen, zoals je rechts op het filmpje ziet. Het gaat over het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, het plaatsen van hekwerken, het bouwen van bijgebouwen en laboratoria. Stap 2 zal zijn de organisatie van toegangswegen, bouw van slaapzalen voor medewerkers en de ontwerp en bouw van het hoofdgebouw. En stap 3 is de ontwerp en bouw van een overdekte kas. Toewijzing van een openluchtruimte voor het demonstreren van productpresentaties. Er wordt in de Verenigde Arabische Emiraten een nieuwe fabriek gebouwd dus. En daar zal het bedrijf zeer efficiënte microbiologische organische meststoffen voor de landbouw gaan produceren. En er zijn mogelijkheden om te ondersteunen in de financiering van de bouw. Er is nu voor alle ondersteuners de mogelijkheid om geld te geven voor het bouwen van de fabriek om de geïntegreerde ontwikkeling van de biologische landbouw in alle landen verder te helpen. Er is financiële ondersteuners kunnen voor het bouwen van de UTERRA-fabriek jaarlijks tot 50% ontvangen over de winst van het bedrijf. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van hun investeringsvolume. En het bouwproces zal snel van start gaan. De voorbereidingen zijn nu bezig. En wat kunnen wij doen? Wij kunnen de economische ramp stoppen. Wij kunnen de toekomst richten op een andere ontwikkelingsvector in plaats van datgene wat ons nu onvermijdelijk te wachten staat. Alle producten die boeren aan het begin van de 20e eeuw produceerden, bevatten nu 90% meer micro-elementen dan vandaag. Die bevatten destijds meer micro-elementen dan vandaag, want vandaag krijgen wij slechts 10% van de nuttige elementen die we nodig hebben. En als je dan kijkt, in 100% van de Noord-Amerikaanse bevolking heeft een tekort aan kalium. Maar 90% daarvan heeft een tekort aan vitamine E. 70% heeft een tekort aan vitamine K. 52% een tekort aan magnesium. 43% een tekort aan vitamine A. En 40% een tekort aan vitamine C. En dat is in Noord-Amerika. Maar als je kijkt bij ons op het Europese continent, dan heb je hier ook een heel groot verschil. Want als je dan kijkt, de bovenste in 1975 andijvie zat 4 in, nu 0,1. Dat is een verschil van 97% aan vitamine. Maar als je dan een beetje naar het midden gaat kijken, bij sla
dan zie je, zat eerst 10% vitamine in, nu 0,2, dat is 98% verschil. Daarboven de komkommer 99%, spinazie iets lager op 99% en helemaal onderaan de witlof zelfs 100% minder. Dan zie je dat het een heel groot verschil is en dat het hard nodig is dat we er iets aan kunnen gaan veranderen. Nog belangrijke informatie over het UTERRA-project. Er is 20 miljoen nodig en daar moeten we geld voor gaan inzamelen. Er zijn 3 rondes van financiering en in 2025 willen ze de bouw voltooid hebben. En in 3 tot 5 jaar kunnen mensen hun investering terugverdiend hebben. En dan is er een persoonlijk potentieel jarenrendement voor beleggers. En in 2024, ja, eind 2024, maar zeker in 2025 kan men beginnen met de uitbetaling van de winsten aan investeerders. Wie kan dit project ondersteunen? Daarvoor heb je wel wat verwachtingen nodig om te weten of het aantrekkelijk voor je is om dat te doen. Er was een omzetkostenberekening gemaakt vanuit de kostprijs die nodig was om de fabriek te bouwen. En aanvankelijk werd uitgegaan van het bedrag van 20 miljoen dollar die nodig was om de fabriek te bouwen. Als 100% van de opbrengst werd dat beschouwd. Maar in berekeningen die later ook werden uitgegaan van reële productie en verkoopkosten van 1 liter UTERRA Soil Elixir. En dat werd anders. De productiecapaciteit maakte het daarom mogelijk om tot 10 miljoen liter UTERRA vloeibare elixir per jaar te produceren, wat een bedrag aan inkomsten genereert van ruim 31 miljoen dollar. Als je dan kijkt, door deze veranderingen is het mogelijk om 56% toe te voegen aan de uiteindelijke omzet. En vanuit deze berekening kan iemand die geld wil uitlenen voor de bouw van de fabriek zien wat de verwachting is hoe het geld gaat renderen. Dit zal het jaarlijkse rendement van investeerders op een positieve manier gaan beïnvloeden. En de verkoopkosten van 1 liter UTERRA Soil Elixir is nu bekend. En dat gaat kosten $3,13, dus in euro's €2,90. Daar ergens, misschien iets hoger, maar dat was de eerste berekening. Dan zie je hier de opbrengsten, daar kan ik verder niet over uitweiden, want daar heb ik nooit voor gestudeerd en dan is het verboden om daar iets meer over te vertellen. Maar dan kunnen mensen gaan vragen bij een persoon die daar meer verstand van heeft. Als je dan kijkt, de duur waarvoor investeringen worden verstrekt, dat is voor een periode van 5 jaar. En men kan dit een eenmalige betaling doen of op afbetaling voor 10 maandelijkse termijnen. Na 5 jaar kan je het project verlaten en kan je het geldbedrag met rente terugvragen. Maar om dit te doen, moet iemand 2 maanden van tevoren een kennisgeving sturen naar het bedrijf. En de deelname aan het project wordt automatisch verlengd wanneer u geen brief heeft gestuurd. En de geldgever heeft levenslang recht op winstdeling, evenals rente voor het gebruik van het gegeven geldbedrag ter ondersteuning van dit project. En dat is natuurlijk weer totdat hij het project gaat verlaten. Er is ook een vast tarief van 0,1% per jaar voor het gebruik van het geld. En de rente wordt maandelijks opgebouwd, exclusief natuurlijk eerder opgebouwde rentes. En waarom investeren mensen in Juninske Stringtechnologie? Nou, natuurlijk de mogelijkheid om winst te krijgen en een aandeel te krijgen van een groot bedrijf. En de mogelijkheid om dividenden te ontvangen voor de implementatie van de technologie. Totdat hij natuurlijk besluit weer om het project te verlaten. En wanneer de geldgever deze wereld onverwacht zou verlaten en nog steeds bij het project is, dan gaan al zijn rechten over op zijn erfgenamen. En de opbouw van rente in geval van het overlijden stopt dan ook niet. Maar met iedereen die een geldbedrag geeft, wordt er een overeenkomst gesloten. En daarin staan gedetailleerde voorwaarden. En hier komt er even een mooi filmpje. Geavanceerde technologieën zijn een integraal onderdeel van het leven van ons allemaal geworden. Veiligheid, comfort en beschikbaarheid van omliggende voorzieningen in alles werd mogelijk dankzij de implementatie van innovatieve oplossingen. Om de gevraagde technologieën in het licht te laten zien, werd een groot internationaal sociaal ecosysteem op durfkapitaal Sky World Community opgericht, gespecialiseerd in de financiering van groene technologieën. Jaar in jaar uitpraten wij steeds vaker over gezondheid en ecologie. Goede voeding is een integraal onderdeel hiervan.
Om milieuvriendelijke producten in voldoende volume te telen, is het noodzakelijk om de vruchtbaarheid van de bodem te verhogen. In de loop van biochemisch onderzoek heeft de groep wetenschappers onder leiding van wetenschapper en uitvinder Anatoly Dunitsky het bodemelixir Utera ontwikkeld, de biologisch actieve plantenvoeding die oplosbare zouten van humuszuren, sulfinezuren, urine en het hele spectrum van agronomisch waardevolle micro-organismen bevat. De basis van het bodemelixir Utera is Biohumus, een natuurlijk organisch aditief dat wordt verkregen door de verwerking van zorgvuldig geselecteerd organisch afval door speciale soorten regenwormen. Als grondstoffen worden alleen natuurlijke ingrediënten gebruikt: bruinkool, turf, losse biohumus, melasse, honing en nog meer. Biohumus bevat een volledig scala aan mineralen, enzymen, vitamines en macro- en micro-elementen die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van planten. Die is 10-15 keer effectiever dan welke bekende organische meststof dan ook en is in elke concentratie volkomen onschadelijk. Waarom bestaat er zoveel vraag naar biohumus in de moderne wereld? Omdat het een milieuvriendelijke oogst garandeert, de immuniteit van planten versterkt, de vruchtbaarheid van gedegradeerde gronden herstelt en een 100% organische meststof is. Bodemelixir Utera op basis van natuurlijk biohumus. Verhoogt de opbrengst en kwaliteit van landbouwproducten. Versnelt de groei en ontwikkeling van planten. Reguleert en normaliseert de pH van de bodem. Stimuleert de ontwikkeling van duizenden soorten nuttige micro-organismen in de bodem. Beschermt planten tegen ziekte en ongedierte. Bodemelixir Utera is vervaardigd met behulp van zorgvuldig geselecteerde aerobe en anaerobe elementen die gunstig zijn voor de bodem bij de ontwikkeling waarvan de originele voedingsformule wordt toegepast. Vruchtbare, onaangetaste gronden werden gebruikt om een grondbank aan te leggen. Voor het begin van de coronapandemie werd het vanuit 105 ecologisch schone regio's op 5 continenten naar Wit-Rusland geleverd. Vervaardigde productie is op de bloedlocatie getest en die wordt in overeenstemming met de technische specificaties vervaardigd. Het vertoont een hoge efficiëntie en kan worden gebruikt voor milieuveilig teelt van gewassen en herstel van de bodemvruchtbaarheid. Bij het ontwikkelen van het Elixir Utera en het vervaardigen van biohumus werden de nationale en internationale normen gevolgd en wordt samengewerkt met de instituten van de Nationale Academie van Wetenschappen van Wit-Rusland, Russische en buitenlandse onderzoekslaboratoria. Onze productie is nu al ruim gevraagd. De boerderij verbouwt gezonde en smakelijke groenten, fruit en bessen voor persoonlijke behoeften. In de particuliere landbouw verkopen natuurlijke producten zonder chemische toevoegingen en onzuiverheden. In de bloementeelt selecteert bloeiende planten thuis in kassen en bloemenkassen. Het gebruik van het Elixir Utera en van de natuurlijke biohumus zal de vruchtbaarheid helpen te verhogen en gezond, milieuvriendelijk voedsel te verbouwen. Producten worden merkbaar lekkerder, de planten worden geuriger en de vruchtbaarheid van de bodem blijft jarenlang behouden. Om het product in voldoende omvang te kunnen produceren, is het bedoeld een duurzaam biosfeercluster op te richten. Volgens de geplande ontwikkeling van de economie is het project financieel haalbaar, betaalbaar, voldoet het aan de marktbehoeften, is winstgevend en wordt voor de uitvoering aanbevolen. Als gevolg hiervan zal een modern biosfeerkassencomplex met volledige cyclus worden gebouwd van de productie van organische biomeststof tot de teelt van natuurlijke landbouwproducten, die vandaag geen analogen in de wereld meer hebben. Het plan om een productiebedrijf Terra op te richten bestaat uit drie fasen. Fase 1.1. Het opzetten van de capaciteiten voor de productie van organische voedingsstoffen voor planten en het opzetten van een biosfeerkassencomplex. Fase 2.2. Het opzetten van de teelt van landbouwgewassen in het open veld en beheer van de biologische veehouderij. Fase 3.3. Ontwikkeling van de productie voor de verwerking van groenten, tuinbouwgewassen met de uitslag en verkoop van producten voor de behoeften van inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten. Onze concurrenten zijn tot in detail bestudeerd. Er is een kwalitatieve analyse van de eindgebruiker uitgevoerd. Er is een strategie ontwikkeld om het product op de wereldmarkt te brengen. De bouw van de fabriek zal worden uitgevoerd in een van de meest beschermde juridische zones in de Verenigde Arabische Emiraten, wat de kansen op een succesvolle projectimplementatie vergroot. De stabiliteit van het project is ook te danken aan de steun van de staat, die in de geïntegreerde ontwikkeling van de regio geïnteresseerd is.
Sky World Community lanceert projectfinanciering tegen gunstige voorwaarden voor investeerders. U kunt investeerder van het productiecomplex worden en uw deel van de winst gedurende de levensduur van de fabriek ontvangen. Meer details vindt u op de website. De productiefase van de bodemelixer Utera is als volgt. Als eerste aanvoer van turf, de kolen. Dan de extractie van humuszuren. De optimalisatie van de samenstelling. De correctie van de zuurgraad. De introductie van bacterieel inoculum. En de verwerking tot bodemelixer. De productie kent geen beperkingen op de levensduur. De fabriek voorziet in upgrade van de uitrusting en de grond wordt voor 50 jaar verhuurd met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen. Bij de productie van de bodemelixer Utera en losse biohumus zijn de resulterende bijproducten ook stoffen die bijdragen aan de vruchtbaarheid van woestijngronden. Dat wil zeggen dat het project niet alleen geen gevaarlijk afval bevat, maar dat het afval zelf extra mogelijkheden biedt voor de vergroening van de woestijn. Dan zijn er ook kosten natuurlijk. De kostenberekening is in eerste instantie de verwerving van intellectueel eigendomslicentie en know-how. Kost 8 miljoen. Dat is onderverdeeld in twee groepen. Dan heb je ook de investering in de activa. Dat is ook weer verdeeld in twee groepen. En dan kom je een totaalbedrag uit. En dan is er nog iets extra's nodig om alle vaste activa erbij te betrekken. Dus op deze manier is het berekend. En hier zie je een aantal afbeeldingen, die zijn nog via de computer gemaakt, maar zo moet het er in de toekomst uitzien. En hier zie je de plattegrond, wat ze er wel van willen van gaan verdelen, hoe ze het gaan bouwen. Hier nog een keer van de andere kant te zien. En dan heb je hier een heel aantal foto's waar ze onderdelen van hebben uitgetekend, hoe ze het allemaal zien, wat er gebouwd gaat worden, hoe de wegen gemaakt worden, hoe de woningen voor mensen, het personeel wat er zit, gemaakt gaat worden. Men kan boven op het dak ook vergunning hebben. Dus het zijn gewoon hele verschillende afbeeldingen. Dit komt er allemaal te staan. Het is gewoon heel mooi om gewoon toch al een soort beeld te krijgen ervan. En hier zie je de achtergrond in de woestijn en dat het ook heel mooi vergroend kan zijn. En hier ook nog een keer. En hier heb je de allereerste tekening die ze toen gemaakt hebben, hoe het ongeveer moest gaan beginnen. In elk afzonderlijk land zijn er seizoeninvloeden die verband houden met de fase van groei en de ontwikkeling van planten. De cyclus van het klimaat is anders in een land met koud klimaat ten opzichte van klimaat in landen met een tropisch klimaat. Als wij het hebben over de landen in het Midden-Oosten, is er geen sprake van seizoeninvloeden, waardoor ons product het hele jaar door in trek is. En wat is de productievolume dat de fabriek, sorry, jaarlijks kan produceren? Dat zijn vragen dit van mensen die de vragen gesteld hebben naar aanleiding van alle andere voorgaande. En de productiecapaciteit zijn goed voor de productie van 10.000 ton bodemelixer, 260 ton losse biohumus, 500 ton plantaardige producten en 100 ton fruit- en bessenproducten. In welke landen tonen belangstelling voor de clusterontwikkeling? Het wekte belangstelling in de Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Tsjechië, Slowakije, Litouwen, Letland, Rusland, Indonesië, maar ook in regio's waar het nodig is de productiviteit te verhogen en de bodem te verbeteren. En op wiens naam wordt de fabriek geregistreerd? Nou, dat is een gezamenlijke bedrijf, is erop gericht. Aan de ene kant Anatoly Ganinsky en aan de andere kant het World Investment Group. Dit zijn twee oprichters en die richten gezamenlijk een bedrijf op in de Verenigde Arabische Emiraten en bezitten samen de productie en het bedrijf. En is het mogelijk om in de toekomst soortgelijke fabrieken in andere regio's te bouwen? En zijn er plannen om op te schalen? Ja. Er wordt een fabriek in de Verenigde Arabische Emiraten gelanceerd en verder kunnen, afhankelijk van de omvang van de vraag, andere regio's worden overwogen. Zullen de investeerders tussentijds de jaarrekening ontvangen? En zo ja, in welke vorm? Ja, alles wat geleverd kan worden, zal zeker geleverd worden. Documenten, akten, schattingen, video's van de bouwplaats, etc. Wil je nog meer weten?
Dan kun je mij of Earl bellen. Wij staan ten alle tijde, kunnen wij u te woord staan en meer uitleg geven. En onze telefoonnummers staan erbij. We zijn dus altijd bereikbaar. En dan wil ik u nu bedanken dat u er was. En wil ik u nog een hele fijne avond wensen. En tot een volgende keer.